De landelijke politieke partijen hebben eindelijk hun kabinet samengesteld. Nu staat de gemeenteraad voor de deur. En we hebben hier D66 voor ons. Ja, dankjewel. Ja, ik ben Marije Zeekamp, 27 jaar. En ik ben inderdaad lijsttrekker voor D66 in West. Zo, en 27 jaar, dus nog jong. En dan wil je al zitting gaan nemen in de gemeenteraad? Ik zit nu al in de gemeenteraad, al een jaar. Ik heb daarvoor 5 jaar als burgerlid meegedraaid in de politiek. Het heeft mij altijd gefascineerd. Ik ben maatschappelijk heel erg betrokken. Al 10 jaar lid van de scoutingvereniging. Ik wil heel graag iets bijdragen aan de omgeving om me heen. En de politiek heb ik altijd een hele mooie manier gevonden om dat te doen. Maar je vindt het dus belangrijk om voor de plaatselijke partijen en de plaatselijke bewoners wat te betekenen? Ja, dat klopt. Wij D66ers, net als alle andere lokale partijen en andere landelijke partijen, we staan midden tussen de mensen. We zijn een lokale partij. En we vinden dingen in Best belangrijk, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het centrum, woningbouw voor jongeren hier uit Best. En daar maak ik me als lijsttrekker hard voor. Hoe combineer je dat met je dagelijkse bezigheden? Want het lijkt me best een fulltime job als ik jou zo hoor. Ja. Misschien is wel mijn aller slechtste eigenschap of mijn allerbeste eigenschap dat ik eigenlijk nooit even niks kan doen. Hoewel ik ook wel weer zo iemand ben die eventjes lekker in het weekend met de hond erop uitgaat om te genieten hier van het buitengebied en van het groen. Dus dat houdt mij ook weer in balans tegelijkertijd. En als je er lol in hebt, dan blijf je in balans, zeg ik altijd maar. Is het een opstapje naar de landelijke politiek, partijen? Ik ben een jong. Ik heb heel veel ambitie, maar misschien vind ik het dorp zowel wat fijner dan het Haagse. Dus en de plaatselijke mensen hier, wat je ook al zei, de scouting en dergelijke. Jonge lui moeten eigenlijk ook gaan stemmen dus, hè? Nou, dat is hartstikke belangrijk. Ik zou ook echt iedereen willen oproepen om vooral te gaan stemmen. Al stem je niet op mij, ga vooral stemmen. Het is een groot goed dat we het mogen. En ook lokaal. En de mensen die hier lokaal in de gemeenteraad iets willen doen. Ik vind het ook altijd een geste van steun. Dus ga vooral stemmen. En dan zien we de uitslag 16 maart tegemoet, hè? S'avonds in het gemeentehuis. Ik ben heel erg benieuwd. En ga vooral stemmen.